Ik ben begonnen met basketten toen ik ongeveer 8 jaar was. En dat was omdat mijn broer en mijn zus allebei basket spelen in Leuven. En ik ben er zo wat ingeraakt en dan ben ik ook beginnen basketten bij mijn zus in Leuven. En daarna ook verder gedaan, ook gewoon altijd in Leuven gebleven. Ik ben dus begonnen toen ik 8 jaar was in Leuven, altijd basket gespeeld. Maar mijn broer heeft ook wel gevoetbald, dus sport zat altijd in de familie. En toen dat ik 18 jaar was, ben ik dan naar Cabo gegaan. En bij Paul Vervaak gespeeld. En dan het jaar daarna ben ik naar Sint-Niklaas gegaan, voor Steve Evans gespeeld. En dan heb ik besloten om terug te gaan naar Leuven, om dan voor Jurgen van Meerbeek in eerste klas mijn kans te wagen. En dan nu zit ik nog altijd in Leuven. Eerste selectie dat ik heb meegedaan is min 18. Dat was ook met Etienne Louvrier. Dat was zeer aangenaam. We zijn juist niet doorgegaan naar de A-divisie. En dan de tweede selectie die ik heb meegedaan was de min 20 bij Paul Vervaak. Dat was heel goed meegevallen. Maar in de halve finale dan verloren tegen Israël met 2 punten. Na een spannende wedstrijd. Maar dat was wel een heel goed EK, persoonlijk ook voor mij. Dus dat is wel iets wat mij is bijgebleven. Ik speel op de 2-positie en ik denk dat toch mijn drive vooral mijn sterke punt is. En ook in een fast break, transitie lopen, dat is ook een van mijn sterke punten. Ja, ik hoop voorlopig binnen 1 of 2 jaar in een topploeg te zitten in België. En dan binnen 3, 4, 5 jaar hopelijk dan ergens in het buitenland te kunnen basketten. Maar we gaan wel zien hoe het zit nu. Dus, het was eigenlijk heel anders dan ik me had voorgesteld. Het is eigenlijk heel zwaar. We trainen echt heel zwaar. Maar ik vind het wel eens een goede ervaring om zo met de jonge gasten hier, jonge talentvolle gasten, mee te trainen en op hoog niveau te spelen tegen andere ploegen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor mij voor de toekomst. Dat ik eens wat kan proeven van Belgian Lions, wat dat inhoudt. Voilà.